het in moderne terminologie te zeggen. In Thailand noemen ze dit ook wel de Atami Puja. Dat is de dag dat de Boeddha werd. Dat de dag van de as van de Boeddha. Atami Puja, zoals jullie hier zien. Mark, is dit de plaats die je bedoelde trouwens? Ja, dat is de plaats voordat de Boeddha is overleden. Maar het Ja. is eigenlijk niet daar in het gedeelte. Het gedeelte dat heel bleek is, dus het voorste gebouw, ligt de Boeddha in de richting. En hij kijkt in de richting zoals dat hij gestorven is. En achteraan hetgeen dat een beetje vuil is, dus de stupa. Daar is eigenlijk de plaats voordat hij overleden is. Ja, de stupa is werkelijk al heel oud. Ja, dat is de plaats waar hij overleden is. En het voorste gedeelte is voordat er een beeld van van de Boeddha ligt in de houding waarin hij is gestorven en kijkend naar de richting zoals hij toen lag. Ja, inderdaad. Zo is het. Ja. En dit is natuurlijk toegankelijk voor alle India-gangers die een keertje bezoek willen brengen Ja. aan deze plaatsen. Dit is een van de vier bedevaartsoorden waar boeddhisten over de hele wereld regelmatig naartoe gaan, behalve in tijden van coronacrisis. De Atami Puja is dus de dag dat we denken aan datzelfde heen gaan, hetzelfde. De zogenaamde dood van de Boeddha. Ik dacht dat de Boeddha in een ceremonie werd gecremeerd. En dit gebeurde 8 dagen, ik zei net 7, maar het is eigenlijk 8 dagen na zijn dood. En de traditie zegt dus dat na het heengaan van de Boeddha, dat de mensen heel erg treurden, maar dat de Boeddha van tevoren had gezegd dus hoe hij gecremeerd wilde worden. En dat ze dat moesten overlaten aan de plaatselijke bevolking, namelijk de Mallas, de plaatselijke bevolking daar. De traditie zegt dus dat dat niet gebeurde op dat moment. En waarom is dat zo? Nou, de traditie vertelt dat men probeerde de brandstapel aan te steken, waar het lichaam van de Boeddha op lag, maar dat niet lukte. Op een of andere manier ging het niet. Het vuur ging telkens weer uit. Het was een beetje vreemd. En toen ze vroegen aan een van de meer geavanceerde leerlingen of gevorderde leerlingen van de Boeddha wat er gebeurde, namelijk de waarde Anuruddha, zei deze dat de brandstapel nog niet kon worden aangestoken, omdat een van de belangrijkste discipelen of leerlingen van de Boeddha nog niet was gearriveerd. En dat hij eerst dus respect zou tonen voor het lichaam van de Boeddha, voordat de Boeddha zou worden in de brand gestoken. Traditie zegt dus dat de gemeenschap, dus de monniken en de nonnen en de andere mensen die daar waren, traditie zegt dat de gemeenschap wachtte op de komst van de Iwade Mahakassapa, die nog niet zijn laatste respect aan de Boeddha had betuigd. Wie was dan de Iwade Mahakassapa? Nou, vandaag een beetje geschiedenis. De Iwade Mahakassapa was vrij laat in het leven van de Boeddha als monnik gewijd onder hem. En de Iwade Mahakassapa was heel streng. Was een hele strenge monnik die ook wel heel erg werd gerespecteerd. Het was heel streng, iemand die heel streng was in de leer en ook heel eenvoudig leven liet. Het was echt was een heel eenvoudig leven leidde. En was dus in feite iemand die daarmee het respect had van heel veel mensen. En de Boeddha op een fameus moment ruilde zijn monnikspij met die van Mahakassapa. Dus op een dag. Was de pij van de Boeddha was versleten. En toen gaf hij, en de Iwade Mahakassapa, die had dus ook een pij aan.
En die zei, wilt u niet liever deze dragen? En toen wisselden ze dus van pij. Eigenlijk was de Boeddha die daar het initiatief toe nam. Dat is eigenlijk een symbolische aangeven, symbolische betekenis, dat de Iwadama Kassapa de Sangha, of de monnikengemeenschap en nonnengemeenschap, zou gaan leiden na de dood van de Boeddha. Nu moet ik er wel bij zeggen dat de Boeddha, vlak voordat hij heen ging of overleed, duidelijk heeft gezegd dat er geen echte leider van het boeddhisme zou zijn. Er is dus geen paus van het boeddhisme, in tegenstelling tot wat sommige mensen denken. Dus de Dalai Lama die noemt zichzelf ook niet, of die ziet zichzelf ook niet als een paus van het boeddhisme. En ondanks wat veel nieuwsreporters denken, of wat veel verslaggevers denken. Maar de Dalai Lama is wel een vertegenwoordiger die heel erg veel gerespecteerd wordt in de boeddhistische wereld. Dus om terug te komen naar het verhaal, de Boeddha had niet echt een leider die hij had aangewezen, maar de Iwadama Kassapa was een soort van bestuurlijk leider die simpelweg ervoor zorgde dat alles gewoon bleef lopen naar de Boeddha, maar die niet inhoudelijk iets toevoegde aan de leer. Iwadama Kassapa die kwam dus uiteindelijk na die 8 dagen kwam hij naar de Boeddha toe. En het verhaal gaat dus, zodra hij zijn respect had betuigd aan de Boeddha, dat de brandstapel vanzelf in brand ging. Dit is allemaal een beetje traditie. Soms wel om dat toe te passen op ons dagelijks leven, maar het is wel leuk om te weten dat zoiets heeft plaatsgevonden in 2009. Maar het verhaal is nog niet afgelopen. Want natuurlijk, na het overlijden, het heengaan van de Boeddha, was de as van de Boeddha overgebleven. Nu zegt de traditie dat het geen as was, maar dat het sarira waren. Sarira, dat zijn kleine balletjes, of een klein, net zoals een soort van juwelen, maar dan bolvormige juwelen. Maar of het nu as was of dat het sarira waren, het was in ieder geval de overblijfselen waren in ieder geval natuurlijk heel kostbaar. En deze overblijfselen, de plaatselijke bevolking, de plaatselijke raja's, de plaatselijke adel, die wilden natuurlijk meteen die sarira, die wilden natuurlijk meteen die overblijfselen toe-eigenen. Want zij waren tenslotte degene die dat land daar bestuurde, waar de Boeddha was heen gegaan of overleden. Maar er waren een aantal andere koningen en raja's in de buurt, en die wilden eigenlijk ook de overblijfselen van de Boeddha toe-eigenen. En toen ontstond er een probleem. Uiteindelijk kwamen er 8 verschillende groepen, waarvan een aantal van die groepen begonnen ruzie met elkaar te maken en ook de wapens begonnen te trekken. En dat ging heel snel mis. Traditie zegt eigenlijk, zegt dat dit gebeurde in een vallei. En dat op dat moment er een oorlog dreigde uit te breken tussen deze verschillende groepen. Op dat moment was er een brahmaan, een traditionele hindoe priester. Maar deze brahmaan was vrij bijzonder in de zin dat hij ook het boeddhisme aanhing. Dus deze brahmaan die is hier afgebeeld aan de linkerkant. Of zien jullie het aan de rechterkant misschien? Nee. Soms dan draait het heel erg om. Maar goed, Dona was zijn naam. En Dona was iemand die heel erg wijs was. En men zegt wel dat alle raja's, alle koningen van die tijd, alle adel, allemaal wel eens aan zijn voeten hadden gezeten om van hem te leren, zoals ze dat vroeger deden. En op dat moment wist Dona dat als hij niet ingreep, dan zouden deze verschillende groepen van raja's, die zouden elkaar allemaal te lijf gaan en met elkaar oorlog gaan voeden. En dat kon nog wel eens behoorlijk gewelddadig worden. Dus hij liep naar de plaatselijke heuvel en hij stond op die heuvel en hij riep de mensen toe.
En ik heb daar helaas geen plaatje van. Er is wel een plaatje van, maar ik kan het niet online vinden. Heren, hoort toe. Ik wil één ding zeggen. Dit is vertaald, vrij recentelijk nog vertaald door een Nederlandse schrijver. Heren, hoort toe. Ik wil één ding zeggen. De Boeddha leert ons verdraagzaamheid. Het is niet goed dat er een strijd ontbrandt over de verdeling van de resten van de hoogste mens. Laten wij, heren, alle verenigd in harmonie en vriendschap, ze in 8 delen verdelen. Laat de stupa's verspreid zijn over de windstreken. Stupa's zijn monumenten waar je as in, of een andere overblijfselen in bewaart. Hè? Dan zullen veel mensen geloven in de zinnen. En dat betekent de Boeddha. Nou, dit is dus wat hij zei. Met andere woorden, jongens, ga nou niet ruzie maken over de persoon die juist altijd heeft gezegd dat vrede zo belangrijk is. En ik denk dat dit verhaal wel altijd heel relevant nog is gebleven. Vandaar dat het ook dat ik ook gevraagd heb aan onze vorige abt hier in de tempel hier, om het toe te voegen aan de tentoonstelling zoals die wordt afgebeeld in onze tempel hier. Tentoonstelling, dat wil zeggen de plaatjes die we laten zien aan de mensen als ze naar onze tempel komen. Dus dit is het verhaal en dit zijn de 8 urnen die je ziet. Of de 8, hoe zou ik het noemen? Urnen maar. Het zijn dus 8 urnen en hier zie je dus de koning aan de zijkant, die dus de 8 urnen in de ontvangst nemen. En het verhaal gaat, of dat zeggen de onderzoekers, de wetenschappers, zijn er nog niet helemaal uit. Ze zijn nog een beetje aan het kibbelen. Dat een van die 8 urnen is teruggevonden. En die is gevonden in India. Maar dat is een beetje controversieel of dat authentiek is of niet. Sommige onderzoekers zeggen van wel en anderen weer niet. En er is recentelijk nog een documentaire over gemaakt door de BBC. En die heet heel toepasselijk Bones of the Buddha. Dit is het verhaal van Dona en ik denk dat het altijd wel relevant nog is. Dat het gaat over vrede en dat je eigenlijk religie, wat tenslotte gaat over vrede, niet moet aangrijpen als reden om met elkaar oorlog te gaan voeren. Dus in feite is Atami Puja, de dag van vandaag, niet alleen een dag dat we kunnen denken aan de Boeddha, maar ook aan het belang van dat we elkaar altijd met vrede aankijken, met elkaar goed met elkaar omgaan. Zoals ze in de boeddhistische teksten zeggen, zoals water en melk, die samen gemengd kunnen worden, niet zoals water en olie, wat altijd gescheiden blijft. Dus dit is een verhaal dat ik wilde vertellen voor vandaag. En we zijn nu net aan het einde gekomen. Wil iemand hier nog commentaar of iets over vragen? Dan kan dat nu.